t'en penses? De Illusionist is een combinatie tussen een toneelvoorstelling en een goochelshow. En dat maakt het volgens ons ook zo uniek. Het is niet alleen of een theatervoorstelling of een illusieshow. Nee, het is juist de combinatie en de crossover tussen die twee disciplines die de Illusionist zo bijzonder maakt. Die hakken wij in drie. Die hakken wij gewoon in drie. En dat is een laatste gunst die jij me nog wel mag verlenen op de valreep. Ja, nog één keer in drie te mogen hakken. Het verhaal gaat over een illusionist. Die heet Popescu. En die staat terecht in de rechtbank wegens het doorzagen van zijn assistenten. En door de ogen van die illusionist ga je nog één keer terug naar de avond waarop alles misliep. En dan kom je ook achter de ware toedracht waarom zij in drieën is gezaagd. Zo, Svetlana. En hoe heet deze nieuwe man in jouw boeiende leven? Patrick! Volgende truc is een hele rare naam voor een nieuwe lover. Ik speel Svetlana. Dat is de assistente van de illusionist Popescu. Het is een unieke mix tussen theater, comedy en illusies. We gaan nu een van de snelste en een van de moeilijkste illusies repeteren vandaag. De Assistant Revenge. Dat is een heel moeilijke actie. Je komt erop aan om op 3 seconden tijd te verwisselen. Fantastisch.